Het is begonnen. Het schatgraven. De eerste groep is bij onze taxateurs in die prachtige zaal hier in kasteel De Cannenburg. Daar zijn we vandaag aan het schatgraven. Het is een mes. Ja. Oei, nou, een stevig mes. En vlijmscherp. Ja, hij is wel scherp, ja. Zo, dat mag je wel zeggen. Ja. En hoe kom je daar dan aan? Op een kringloop kwam ik er tegen. En hoeveel heb je ervoor betaald? 65 euro. Maar ik hoop dat hij iets meer waard is. Ja, dat begrijp ik. Nou, het is in ieder geval een apart ding, moet ik zeggen. Ja. Ik denk dat dit hiervoor is, denk dat, je niet? Dat hoop ik. Ja. Ja. Nou, ik ben benieuwd. Ik ook. Het is een apart dingetje, hoor. Ja. Dit mes, dat is toch een boeiend mes, want het, ik weet niet, het doet ergens aan denken, maar ik weet ook niet wat het precies is. We weten nog wel dat het ontzettend scherp was, en dat is die echt, hij is echt scherp. En we dachten dat dit ivoor was. Nou, eventjes vragen, je hebt hem gekocht op een rommelmarkt, hè? Een kringloop. Een kringloop, sorry, ja. Een kringloop. En hoeveel heb je er toen voor betaald? 65 euro. 65 euro. Waarom wilde je dat hebben? Ik vond het een interessant mes, de vorm. Ik kon wel zien dat het oud is. Ja. Maar je bent geen verzamelaar of zo? Nee, van, nee. Je was er gewoon door geboeid. Ja, en, ja. Het is een interessant mes. Ja. Ja. Nou, het is blijkbaar een interessant mes, Simon. Want anders had jij niet hier gestaan met het mes en meneer en mevrouw. Ja, het steekt net kop en schouders uit boven de middelmaat. Het is een mes wat een hele speciale vorm heeft. Wat, zoals je kunt zien, aan de schede al buitengewoon fraai is uitgevoerd. Wat weliswaar betere tijden heeft gekend. Maar als we zo oud zijn, dan ontbreken er ook wel eens wat stukjes aan ons. Ja. Het mes komt uit een streek waar wij 25 jaar geleden alleen maar aan dachten. Omdat er hash vandaan kwam. Afghanistan. Afghanistan, kijk. Precies. Afghanistan is altijd een smeltkroes geweest van culturen. Maar lag als een soort van poort naar het oosten toe, hè, naar India, Pakistan, naar Britse Indië. En daar is het altijd buitengewoon roerig. Het is traditioneel daar in Afghanistan. En Afghanistan is een buitengewoon krijgslustig gebied geweest. Het is ook een Afghaans spreekwoord wat zegt, de vijand bepaalt wanneer die binnenvalt, wij bepalen wanneer die vertrekt. Dat is een veelzeggend spreekwoord wat nog steeds op opgang doet gelden. Dit fraaie mes heet een Chora. C-H-O-O-R-A. Het heeft een zeer traditionele greep. In dit geval is het geen ivoor, maar been. Dat kan je zien omdat er hele kleine bloedvaten doorheen lopen. Het mes is, zoals meneer ook al terecht zei, buitengewoon scherp. Dan is het ook heel dun, dus het zal zeer makkelijk naar binnen glijden. De schede is bijzonder fraai gemaakt van tot perkament verwerkt leer. En het is gemaakt in de periode dat Afghanistan nog deel uitmaakte van het grote Ottomaanse Rijk, het grote Turkse Rijk, wat zich over de Balkan uitstrekte, Afghanistan. En aan welk jaar denken we dan? Rond 1900, want het Ottomaanse Rijk valt uiteen na de Eerste Wereldoorlog, na 1918. Je ziet ze niet veel, ze komen wel af en toe voor. Er is een tijd geleden een geveild op een grote Duitse veiling. Maar die was buitengewoon luxueus uitgevoerd. Nogmaals, je ziet ze weinig. Daarom de 65 euro die meneer heeft betaald, dat is ter geruststelling ook aan zijn vrouw, dat is zeer goed geïnvesteerd.
Want ik denk dat dit een richtprijs zou kunnen hebben op een veiling tussen de 150 en de 250 euro. Als richtprijs? Als richtprijs. En dan als er een liefhebber in de zaal zit? En die met alle geweld wil hebben, zou dat best hoger kunnen zijn. Ja. En als vervangende waarde, als je dus een ander exemplaar zou willen gaan zoeken, dan kan je 250 euro ervoor neertellen. Ja. Voor mij staat een prachtige kan gemaakt bij een van de plateelbakkerijen in Gouda. We weten niet welke, want er staat alleen maar Damascus onder. En dat betekent dat we aan de hand van analyse moeten vaststellen welk fabriek het geweest is. Het ziet er naar uit dat het in Gouda gemaakt is, want daar werden in het begin van de 20e eeuw, de vorige eeuw, werden daar volop decors gekopieerd van keramiek uit het Midden-Oosten. Zoals we hier een prachtig decor zien, wat dus Damascus genoemd wordt. We zien het aan de onderkant staan. En verder zien we dat dit door een pottenbakker gemaakt is. Het is met een standring. Ook aan de binnenzijde voelen we de ribbels. Dus dit is waarschijnlijk een prototype. En we weten verder dat dit gemaakt is bij de plateelbakkerij Zuid-Holland in Gouda. Rond 1930. Prachtig gedecoreerd. Mooie vorm. En ik taxeer deze bijzondere kan op 200 tot 225 euro. Asje, maar nou is er wel een joekel van een ding. Hoe komt hij eraan? Ja, de schuurfonds, die stond bij mij in de schuur, doe ik maar gewoon in betrokken. Stond gewoon in de schuur? Ja. En staat hij er nog? Nee, nu niet. Nu is hij hier. Ja, maar hangt hij aan de muur? Nee, ik heb er helaas de ruimte er niet voor. Dus. Oké. Okay. Wat een ding, hé. Een beetje kapot, maar... Waarom laat ik het zien? Zo'n klein popje. En is het van grote waarde? Nee. Maar voor iemand die dit popje heeft gekocht en zo dacht van wat een prachtig popje, daar hou ik toch wel van. Dat weet inmiddels iedereen. Papier-mâché. Eén nacht in de regen en het popje is weg. En zo lang bestaat het al, want vanaf 1920 ongeveer. Papier-mâché. Het is een heel sterk materiaal. Maar regen, vocht, dat is heel, heel kwalijk voor deze soort popjes. Ze waren sterk, maar je moet ze dus niet even het gezichtje wassen. En dat heeft niemand gedaan. Typisch voor de tijd is het kapsel, het haar. Dat broekje, dat van katoen is. Maar weer die bandjes die eraan zitten, zijn van een soort wasdoek gemaakt. Een soort linnen en daardoor een waslaag overheen. Hoe schattig van achter moet je kijken. Vaak op zijn hoofdje gelegen. Je ziet hier nog duidelijk de papier-mâché er doorheen. Dan geschilderd en bewaard gebleven. Eigenlijk zou je een beetje zeggen, de Hans van Schildpad heeft model gestaan, of net andersom, voor dit popje. Maar zo'n mannetje, jongenspoppen, waren zeldzaam. Even de oortjes vrij en ik ben een jongen. Haar over de oren, dan ben ik een meisje. Waarde, voor de eigenaar niet te betalen, maar de waarde is nu ongeveer... Ach, wat moet ik ook zeggen? In geld? Nee, ik doe niks. Een tekeningetje. En daaronder, helemaal hier zo, daar staat alleen maar VD. Daar moeten we het even mee doen. U heeft het meegebracht. Ja. Hangt het bij u thuis? Ja. Het gaat er ook niet weg. Het gaat er ook niet weg? Nee, het blijft mooi hangen. Ja, hoe komt u eraan? Het is door een oom en tante van mij op de Puus in Parijs gekocht. Puus is een... Nou ja, zeg maar, tweedehands handel aan de noordkant van Parijs. Ja. Porte de Clignancourt, als je daar uitstapt en nog een eentje lopen, dan kom je daar op een gigantische tweedehands markt. Ja. En daar hebben ze dat gekocht, maar ik weet daar niet van, want ik was er niet bij. Nee, dat begrijp ik. En toen heb ik dat van ze gekregen. En u vindt het een heel leuk ding? Ja, het is een Kees van Dongen. Een Kees van Dongen is het, dat weet u zeker? Ja. Kijk. Dat zegt mij ook wel wat. Dat is wel een enigszins bekende naam, hè? Heel bekende naam. Het is een Hollandse schilder. De Fransen zijn het niet mee eens. Die vinden hem Frans.
De Fransen vinden Van Gogh en Van Dongen, dat zijn Fransman. Ja, precies. Die eigenen zich gewoon toe. Van Dongen was een hele grote schilder van, die met name zich in het moderne leven van Frankrijk en Parijs bewoog. Ja. Het is een wat vroege tekening. Om een verhaal te vertellen over Van Dongen, hoe die het deed. Kees Max zat in Frankrijk in Parijs. Die nodigde Van Dongen uit. Joh, kom naar Frankrijk, naar Parijs, want ik heb hele goede klanten. Max trouwde met een niet zo mooie vrouw, maar een hele rijke vrouw. En die werd door zijn schoonvader naar Amsterdam teruggeroepen. Heel fijn, meneer, maar je gaat terug naar Amsterdam. Van Dongen nam zijn klantenbestand over. En die schilderde heel snel en heel ja. voor de rijkere mensen in Frankrijk. Ja. Zo zelfs dat hij soms mensen drie keer liet komen terwijl het portret al lang af was. Zo snel ging dat. Hij verdiende heel veel geld, ja. Omringde zich met mooie vrouwen. Dit is dus een vroeg werkje, zou dat van hem zijn. Ja, klopt. En het is een schetsje. Dus je moet je voorstellen, het is in een schetsboekje gemaakt. Waarschijnlijk in situ, dus op de plek waar hij zat, uit de losse hand even getekend. Het is natuurlijk zo dat er heel veel vervalsingen zijn van Van Dongen. Grote naam. Dus je hebt daar een certificaat van nodig. Van het Wildenstein Instituut. Dus eigenlijk, u kunt vinden dat Van Dongen is. Ik kan het vinden. Maar wij mogen het niet zeggen. Nee, klopt. Het draagt wel alle kenmerken in zich. Hij gebruikt altijd een zacht potlood voor zijn schetsen. En dat zie je ook wel. Als je naar de tekening kijkt, is dat niet een doelbewuste vervalsing. Hè? Want als je dat doet, dan ga je dat onderwerp maken wat hij later doet. Die jaren 20 dingen. Ja. Dus, maar goed, er zijn natuurlijk heel veel mensen die in deze stijl getekend hebben. En niets is makkelijker dan even VD eronder zetten. Ja. Dus wat ik er ook van vind, ik geef het een goede kans. Maar ik mag het niet zeggen. Dat is het Wildenstein Instituut. Ja, maar het Wildenstein Instituut is leuk. Maar kijk, als die tekening €500 waard is. En ik moet €500 betalen voor het klassificeren van zo'n tekening. Nou, dan denk ik van, dat heb ik er niet voor over. Nee, is het moeite waard. Nee, maar nou is meneer Ivo Bouwman uit Den Haag is verbonden aan het Wildenstein Instituut. Is dat zo? Ah, ja. Okay. Je zou hem natuurlijk een keer gewoon om raad kunnen vragen. Ja. Heeft het zin om hiermee aan de gang te gaan? Ja. Dit tekeningetje, als hij dit zou verkopen als een Van Dongen, heeft het een waarde van zo'n €2000, €2200, die koers een beetje. Ja. En dan loont het zich wel. En dan weet ik tenminste zeker. Ja. Aan de andere kant, dan is de droom misschien ook stuk. Als het niet zo is. Als het niet zo is. Ja. En nu heb je altijd nog een soort fantasie. Ja, en een droom. Maar ik bedoel maar te zeggen dat hier mij de bescheidenheid past. Ja. Want ik ben een taxateur, ik heb veel gezien. Maar in het internationale circuit zegt mijn naam niets. Nee. Tegenwoordig werken we met tekstverwerkers. Ja, dat is een heel ander verhaal. Ik ga u laten zien hoe dat vroeger gedaan werd. Ik maak hem even open. Kijk nou eens. Wat een prachtige machine. Ik vind het zo'n leuke machine. Hij heeft een schitterende opbouw. Ze hebben de letters, die hebben ze allemaal netjes in de rondte gezet, zodat het makkelijk bij te komen is. He, hij heeft ook een staande hamers om alles aan te typen. En ja, het lint, alles zit er nog in. Het is gewoon, hij is klaar voor gebruik, zou ik eigenlijk zeggen. Alleen ja, ik zou toch liever een boek schrijven met de tegenwoordige tekstverwerker dan dat ik hier mijn aandacht op moet besteden. Ik kan me nog wel herinneren, dan sloeg je weer twee hamertjes tegelijk aan en dan zat de zaak vast. Enfin, dit is een machine uit Leicester. Hij is geïmporteerd in Nederland, naar Nederland. En dit is natuurlijk een machine zo rond 1900. Dus het heeft wel enige leeftijd, meer dan 100 jaar. En de waarde van dergelijke machines, die variëren zo'n beetje tussen de 180 en de €250. Dat hangt er vanaf van de conditie. Nou, deze ziet er goed uit. Ik heb niet geprobeerd of die typt, maar dat zal ongetwijfeld. Daar het kasteel en hier een heel groot park. Echt een groot park, vind ik. Heeft het er zo uitgezien? Pak een beet 300-400 jaar geleden? Nou, in grote lijnen wel. Deze watergangen zijn eigenlijk historisch. Rond 2007 is hier een grote renovatie geweest. Is er een nieuw park ontworpen.
met behoud van deze watergangen. En eigenlijk alles wat je hier rondomheen ziet, de aanplant, is eigenlijk helemaal nieuw. Het was eigenlijk voor die tijd, eigenlijk ja, verwaarloosd, eigenlijk helemaal dichtgegroeid. Het was eigenlijk meer een bos. Je zag gewoon een bos met een plas water erin? Ja, een bos. En sommige mensen zagen plas water nog niet meer. Dus kun je voorstellen. Oh, dat zag ja. Heel slecht uit. Ja, heel slecht. Ja, slecht uit. Maar in ieder geval heel erg achterstallig onderhoud, dichtgegroeid. De opstand wat er stond was zeer slecht. Ja. Dus en vandaar hebben ze toen in 2007 de keuze gemaakt om eigenlijk een totaal nieuw park aan te leggen. Het is een heel groot park geworden. Wordt er veel gebruik van gemaakt? Ja, het is een totaal binnen de omheining is het 24 hectare. Nou, het is een heel druk bezocht park, vooral zomers en in voorjaar door de toeristen. De evenementen wat hier te doen zijn, dus en eigenlijk de Vaassense bewoners hier, die komen hier dagelijks eigenlijk wel in het park en vooral de hondenbezitters. Wat wel fascinerend is, vind ik, dat waar je kijkt, water. Dit is een mooie, bijna natuurlijke vijver. Ja. Maar er liggen ook allemaal van die hele grote vierkante vijvers. Ja, klopt. En dat is eigenlijk vanuit het verre verleden hebben die vierkante vijvers er ook gelegen. Die waren eigenlijk, zeg maar voor 2007 waren de waterkanten kapot. De beschoeien waren slecht. Dus die hebben ze eigenlijk in 2007, 2008 zijn die helemaal gebaggerd. Nieuwe beschoeien eromheen gezet. Zo echt dat het weer in oude staat terug is gekomen. Wat ik ook fascinerend vind is, als je het vergelijkt met een aantal kastelen die een slotgracht hebben, maar waar het water niet zo staat, niet zo staat, maar dat staat zo ongeveer. Ja. Die hebben helemaal geen water en jullie hebben bijna te veel. Ja, bijna te veel. Ja, nee, heel goed. Vanaf de Veluwe, vanuit de Spreng, komt water deze kant op. We hebben eigenlijk zomer en winter continu water toevoer. We moeten ook zorgen dat we onze water uitvoeren. Heel goed los hebben staan, want anders hebben we echt een waterprobleem. Dus dan wil zeggen, dan stijgt eigenlijk alles. Dan hebben we echt een groot probleem. Dus we hebben geluk dat we altijd water hebben, maar het heeft ook wel weer... Een beetje, ja, niet zijn negatieve kant, maar ja, het is hier altijd vrij nat, laat ik zo zeggen. Ja. Altijd vrij nat. Ja. De moestuin, dat valt ook onder jouw verantwoordelijkheid. Ja, dit valt wel onder mijn verantwoordelijkheid, maar ik... bemoei me hier eigenlijk helemaal niet mee. Dit is echt, alle credits en alle eer gaat naar een zestal moestuindames. Vrijwilligers? Dat zijn vrijwilligers bij het Gelders Landschap en die beheren eigenlijk dit hele stukje. Dus ja, dat is geweldig. Dat wordt aangestuurd door een vrijwillig coördinator. Ja. Nou, en die doen de aankoop van de tuinzaden, de plantjes. Alles. Stel dat je hier op visite bent en je vraagt om een stukje boerenkool, zou je het misschien mee kunnen krijgen voor een paar cent. Ja, maar het is niet zo dat dit een enorme opbrengst heeft. Nee, dit is geen... commercieel is hier niks aan te verdienen. Het is echt leuk. Het zijn hoofdzakelijk vergeten groentes, oude rassen die ze hier weer kweken. Dus, En het simpele feit, het hoort bij een kasteel. Het hoort bij een kasteel, ja. Dus en daar, ja, dat is de opzet van deze moestuin. Je zou misschien van de afstand zeggen dat het een hele chique poederdoos is, maar dat is het niet. Ik doe hem open en dit zien we. Mij zegt het niks. Goud. Goud, ja, goudkleurig. Maar waar dit voor is en zo? Verguld. Verguld. Wat is het? Ja, het is heel bijzonder. Want vroeger toen men de sacramentsprocessies had, dan werd hier de grote hostie uitgehaald. En in de monstrans gezet. Ja? Dat is zo'n heel prachtig ornament. Ook vaak van goud. Jo, en daar werd in. Is dat altijd altijd? Ja, en die werd dan meegenomen in de processie en daarna boven neergezet. Werd ook aanbeden. En dan werd die weer hier terug ingedaan. En dan in de kluis. Eén hostie? Eén grote hostie. Die was net zo groot als de binnenkant van dat doosje. Ja. En hoe komt u eraan? Ik heb het van een kennis van mij gekregen.
En ik werkte toen als geestverzorger in verpleeghuizen. En ik deed dan daar de kleine hofjes in. En dan bracht ik de mensen de ziekencommunie, hoe dat heette. Zoals dat en heet. Hoe lang heeft u dat gedaan? 40 jaar. Met dit doosje? Ja. Dan moet dit voor u een bijzonder doosje zijn, denk ik. Een hele bijzonder doosje. Emotioneel. Ja, nee, dat is toch gekheid. Dat is toch waar. Als je het hebt over emotionele waarde, dan dat is dit. Waar. Ja, dat emotionele is. Waarde. Ja. Vertel, wat vind jij er bijzonder aan? Als je het doosje liet zien, dan zag ik natuurlijk gelijk ook dat Maltese kruis. Ja. Op. Ik dacht, hey, dat moet natuurlijk wat kerkelijk zijn. En dus maak hem los. Hey, dat goud. En toen hebben we dus samen, hey, dat is een hostiedoos. Want mijn ouders, zeg ik altijd, waren ook katholiek vroeger. En het is wel heel mooi. Het is een doos waar er ook maar één van is. Er is geen tweede. Het is een handgemaakte doos. Je kunt ook zien als je die deksel draait, ja. Verder kan die niet. Okay. Het is gewoon een handgedreven doos. Je kunt ook zien met die hamerslag. Ja, aan de binnenkant kun je misschien nog iets meer zien. En dus vuur verguld van binnen. En inderdaad, het is, voor iets anders kan het ook eigenlijk niet dienen. Hij is niet zo heel oud. Gemaakt in 1957 door Johan Willems in Tilburg. Die heeft hem gemaakt. Hij is gekeurd hier met de jaarletters en de maker. En ja, het is gewoon natuurlijk een vrij zeldzaam. En kerkelijk zilver komt natuurlijk ook nooit heel veel in de omloop. Die liggen in die monstans. Die worden dus tegenwoordig. Ja. Dan heb je die moderne kerken die dat al opgedoekt worden. En dan blijft er zo'n Monsans open. En die wil nog wel eens in de handel komen. Ook niet vaak, maar wel eens. Want meestal gaat het toch weer naar familie. Of gaat weer terug vaak ook naar de paus. Ja. Je zult het idee van de paus allemaal in de kluis op staan. Ja, Kelken en Siboris, die waren ook zo. Ja. Maar wat zegt dat over de waarde? Als het is handgemaakt. Ja. Het komt niet vaak voor. Nee. Het ziet er mooi uit. Ik denk dat deze doos, als je hem zou kunnen kopen op een veiling... of ja, als je het neemt met de pand, is het natuurlijk een ander verhaal... maar hou het tussen de 500 en de 1000 euro in. Nou, okay. Dat is leuk. Onze lieve heer mooi klaar mee geweest altijd, hè? Maar ja, u gaat hem dus niet verkopen. Nee, dat is me wel duidelijk in dit geval. Heel bijzonder. U gaat hem hooguit poetsen. Ik denk dat ik hem een keer ga poetsen. Ja. Zou ik doen. Ja, hoeft niet. Met uw toestemming. Ja. Dan wel. 1870, Frankrijk, Parijs, Decan, die maakte deze prachtige dozen. Speeldozen en muziekdozen. Deze popjes zijn van een hoge kwaliteit porselein. Zowel de handjes, de gezichtjes en, even onder haar rokken kijken, een prachtig voetje en een been van porselein. Prachtige boog, maar de verrassing zit hem hierin. Ik zal nog even het geluidje laten horen. Het is zo schattig. En je denkt, een speeldoos. Maar nee. Wat gebeurt er? We maken hem open en mijn dagboek heb ik hier neergelegd. Kijk. En niemand die het weet. Dat is grappig. Ik schrijf hier mijn verhalen in. Ik doe het dicht. Ik doe het hier weer in. En niemand die mijn geheimen kent. 1870. Waarde 4000 euro. Het is een enorme vaas eigenlijk. En hij heeft wel iets heel spannends, omdat het zo'n zwarte vaas is. Hè? Hij is zo donker, hij is van nu. Ja. Heeft hij hem ooit zelf aangeschaft? Nee, het is een erfstuk. Een erfstuk? Een erfstuk, ja. Hij is mooi. Het is, ik vraag me ook af hoe die aan zijn glans komt. Maar dat kan jij ongetwijfeld vertellen. Want het is een apart ding dit. Het is een aparte vaas, ja. Hij is gemaakt in Leerdam. En Leerdam is vanaf zeg maar, de eindjaren 10 de plek waar de glasfabriek dus al sinds jaar en dag staat. Waar kunstenaars worden ingehuurd om voor de glasfabriek ontwerpen te leveren. We hebben wel vaker werken van bijvoorbeeld Kopier, wat eigenlijk de ontwerper is die lang voor die fabriek heeft gewerkt. Maar dit is net even iemand anders. Dit is Chris Lebeau, een kunstenaar die schilder, graficus was. Hij heeft damast ontworpen bijvoorbeeld, hele mooie tafelkleden en dat soort zaken. Het heeft trouwens te maken met de directeur van die glasfabriek, die op dat moment probeert natuurlijk het assortiment te veranderen. En anders te zijn dan al die andere glasfabrieken die Europa en de rest van de wereld te vinden zijn. Hij ontmoet op de begrafenis van de architect De Bazel, een belangrijke Nederlandse architect, ontmoet hij Lebeau. En hij vraagt hem daar om te komen ontwerpen voor Leerdam.
Dat doet hij. Dus in 1924-25 ontwerpt hij deze vaas. Een kalebasvaas, eigenlijk in de vorm van een kalebas, een vrucht. Hij heeft ook, als je hem wat draait, ja, iets van de parten die ook in een vrucht zitten. Er zit een verticale optische verdeling zit erin. Dat, ja. Precies. Le Beau was een principieel mens. Cochius, de directeur van die fabriek, wilde eigenlijk dat al die kunstenaars ook serviezen ontwierpen. Dat heeft Le Beau niet gedaan. Le Beau was geheel onthouden. Het enige glas dat hij ontworpen heeft is een waterglas. Dat mag dan nog net, hè? Maar wijnglazen en sherry en al die sterke drank, dat deed hij niet. Principieel. Ja, ja. Is een heel mooi stuk. Is dit nou zwart glas? Nou, het is eigenlijk heel donkerpaars. Of donkerpaars? Ja, we hebben hier natuurlijk een paarse desk, dus het is wat dat betreft moeilijk te zien. Maar er zit een heel diep donkerpaarse kleur in. Ja. Eigenlijk wel een van de mooiste kleuren, want hij is uitgevoerd in verschillende tinten. Het bestaat ook in andere kleuren. Ja. En hoe oud is die? Ja, 1924-25, ja, zei precies. Jij. Dus dat is, hij gaat naar zijn eeuw toe, langzaam maar zeker. Ja, langzaam maar zeker, ja. Wat vind jij hier mooi aan? Ik vind hier mooi aan dat je ziet het werk van Le Beau niet zo vaak. Hij is een heel oorspronkelijk ontwerper. De ontwerpen die hij voor Leerdam gemaakt heeft zijn allemaal spannend. Hè. Net zo'n klein halsje erop, net geschikt voor één tak, heel artistiek. Hij is ook met enig ongenoegen bij Leerdam weggegaan in 1926. En het zegt iets over het ondernemerschap van Le Beau. Dat hij naar een glasfabriek in Bohemen gaat, de firma Moser, om daar zijn werk voor te zetten. Hij keek ook echt over de grenzen heen. Hij heeft keramiek ontworpen, niet alleen hier in Nederland, maar ook bij de Belgische firma Gera. Dus dat waren mensen die echt wat dat betreft goed in de wereld stonden. Dat is een redelijk beroemd man. Ja. Als we dan kijken, zijn er veel van gemaakt? Is dit een bijzonder exemplaar? Er zijn er meer van gemaakt. Ja. Het is een seriematig geproduceerd stuk, maar wel degelijk mondgeblazen. Dus er zijn nooit enorme productieaantallen in geweest. We zien hem niet zo vaak, moet ik zeggen. En dat heeft gevolgen voor de waarde? Heeft wel gevolgen voor de waarde, ja. Ja. En die schat jij in op? 12 tot 1500 euro is deze vaas waard. Ja. Leuk. Ja. Stevige vaas, hè? Ja. Hij is ook zwaar. Dat geloof ik. Ja. 12 tot 1500 euro. Mooi toch? Ja, een vaas. Ja. Kijk eens, het grootste schilderij van de dag. Ja. We hebben hem eventjes gezien. Even kijken hoe het er ook weer uitzag. Een mooie tafereel. Dat is hem. Wat zei ze? Ze zeiden dat hij is prachtig geschilderd, mooie kleuren, verschillende kleuren erin, verschillende technieken erin. Helaas is hij niet zo oud als de belangstelling van tevoren dachten. 1920, 1930 schetsen ze in. Ja, ja. En de waarde, een paar honderd euro, leuk voor een café. Leuk voor in een café? Ja, dus als een café heeft en mooi boven de bar. Ja, dan is die 800 euro waard ineens. Nou, het is toch fijn om te horen dat het op zich goed geschilderd is. Alleen, ja, het is niet zo bar veel waard. Een mooie plek in een café. Is dat een mooi einde, ja of nee? Ik dacht van wel. Tot de volgende week. Succes. Ja.